Nou, de brouwerij is open. Het is tijd voor een rondleiding. Het bordje open. We zijn geopend. Kom binnen. Door de entree. Kom je binnen. Ja, het is de entree van ieder willekeurig pand. Maar je ziet tenminste nog wel ons eerste bier wat we op de markt hebben gebracht. Sneak preview. Ja, is niet te verkrijgen. Maar een dergelijke smaak gaan we nog wel eens in onze nieuwe bieren verwerken. Kom wel. Dan komen we nu in de brouwerij. Kom binnen. Niet verlegen zijn. Je kan gewoon op de groene vloer lopen. Het hekje, het douanehekje. Daar loop je als eerste tegenaan. De accijnsgoederenplaats en niet-accijnsgoederenplaats. Dat betekent, hier mag we bier brouwen, hier mag het niet. Dus, wat moet echt de brouwerij? Nou, wat zien we als eerste? Als eerste zien we de moutmolen. Daar zilveren we de mout in. En op het moment dat de mout gesloten is, gaat hij de brouwketel in. De flesjes staan al klaar en daar maken we dus straks het bier in. Daar vullen we de brouwketel. Kom er dichterbij, dan kun je de binnenkant zien van de brouwketel. Er kan 650 liter in. We zullen ongeveer per 500 liter gaan brouwen. En op het moment dat het dus in de brouwketel is geweest, gaat het door de filterkuip. Hier wordt een verhoging gezet, zodat we in vrije val kunnen filteren. Gaat het terug de brouwketel in. Om te koken, als het gekookt heeft, opfilter, platenkoeler, wordt beluchter en dan de eerste gistingsteen. 400 liter gistingsteen, een beetje overmaat om het schuim in te kunnen opvangen. Als daar de eerste gisting in heeft plaatsgevonden, gaan we dan de lage tanks in. Nou, met de lage tanks, dat betekent natuurlijk vullen. Daar hebben we onze vulmachine voor, Bella, een machine uit 1961, hier in België de kop getikt en de hamer. Ook in België. Hiermee worden de flesjes gevuld en hiermee worden de dopjes op de fles gevuld. Komen we hier een etiketteermachine achter en op het moment dat we dan de etiketteermachine hebben, kunnen we de flesjes ook afvullen, voorzien van etiketjes. En als ze dan voorzien van etiketjes zijn, dan gaan ze hier de warme kamer in. Een grote kamer, geïsoleerd. Die hebben we hier apart gebouwd, want ja, dit was allemaal grijs en kaal. Dus die hebben we hier gezet om geïsoleerd en verwarmd om bier te kunnen laten nagisten in de fles. Dan krijg je de bubbeltjes in de fles. En als je het dan hebt gemaakt, ja, daarom is hier dus het hekje. En dan komen we in ons laatste deel van het bierbrouwproces, of liever gezegd het hele bierproces. Pas op de deur. En dan kom je in ons proeflokaal waar je het bier kan proeven. Nou, de bar hebben klaarstaan, de koelkasten zitten gevuld met bier. Dus kom langs en proef ons bier.